hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag dinsdag en we hebben net even ontbeten. Ik heb dat niet gefilmd omdat mijn telefoon leeg was. Dus die had ik even aan de oplader gelegd. Nu is die weer vol, dus ik kan weer filmen. Dus ik kan jullie vandaag ook weer meenemen. En we gaan nu weer naar Milos Beach. Het is gewoon echt een super lekker strand, super gezellig. Dus vandaar dat we lekker daarheen gaan. En dan vanmiddag ga ik met mijn vader met de scooter naar de termen. Dus dan neem ik jullie mee. We zouden dat eigenlijk gisteren doen, maar toen zei mijn vader, ja, ik vind het echt leuker om nu naar het zoetwatermeer te gaan. Dus dat hebben we toen gedaan gisteren. En dan gaan we vandaag naar de termen. Dus dan neem ik jullie gezellig mee en laat ik jullie ook zien wat het is en hoe het eruit ziet. En ja, voor nu gaan we even lekker naar het strand. Zo, we waren al bij Milos Beach. Alleen, ik heb mijn zonnebril vergeten. Mijn vader is zijn slippers vergeten en zijn hardloophorloge, want hij gaat waarschijnlijk zo ook nog even hardlopen. Dus ik ga weer op de scooter even nog wat spulletjes halen vanuit het hotel. En we hebben net, zijn mijn vader en ik even naar de winkel gegaan en hebben daar een duikbril gekocht. Zodat we onder water kunnen... kunnen filmen, zeg maar, met de GoPro. Dus dat is wel echt super leuk. Sorry voor mijn camera skills. Maar ja, we hebben dus duikbrillen gekocht zodat we onder water kunnen filmen met de GoPro. Dus dat is super leuk. Dus dat gaan we straks even uittesten. Dus de drankjes besteld. En mijn vader en ik hadden duikbrillen gekocht. Ik heb deze gehaald. Gewoon een simpele zwarte. En mijn vader had deze gehaald, een set. En we waren net wel even in de zee geweest. Maar ja, het was wel met zeewier, dus je ziet niet zoveel. Maar we gaan straks nog het zwembad in met die. En dan filmen we nog met de GoPro. Ik spreek het zuiver. In gedachten spreek je altijd beter Engels of andere taal omdat je werkt. We hebben weer lekker pizza bij de termen. We hebben boven onze scooter neergezet. En we moeten nu nog een pad naar beneden lopen. Hoe ver is dat ongeveer? Zo'n 800 meter terug naar beneden. En dan zijn we bij de heetwaterbron. Zo, we zijn helemaal beneden. En je hebt hier een klein strandje en daarachter is de waterbron. Dus we zijn er bijna. Een paar honderd meter. Nou, we zijn er. Je ruikt die zwavel echt zo erg. Dus hier, zeg maar, dit is de heetwaterbron. Het is gewoon koud. Het is echt heel, heel heet. Maar wel echt lekker. Maar toen kwamen we hier al. Toen net was het echt nog helemaal niet zo diep. Toen kon je echt gewoon alleen erin zitten. En nu sta ik altijd mijn bovenbeen, zeg maar, in het water. Ik kan, zeg maar helemaal onder in het water. Het is wel beter dan vorige keer. Want vorige keer toen we hier waren, dat was volgens mij een jaar geleden. Ja, een jaar geleden waren we hier. Toen kon je echt niet met je grote tenen in het water staan. Nu valt het, ja, het is wel heet. Het was toen 40, 45 graden. Ja, 40, 45 graden was het water. Maar nu kun je er gelukkig wel in. Ik vind het alsnog wel heet hoor. Maar het is beter dan normaal. Thank you.
bij een lekker restaurantje. Het heet Alberto Grill House Seafood. En we hebben ons eten besteld en we gaan nu lekker eten. Zo, we hebben het lekker gegeten en we gaan nu even een ijsje halen bij deze ijssalon. We hebben hier echt super lekker ijs. Dus dat gaan we even doen. Een hele goede morgen en het is vandaag woensdag, toch? Waarom weet ik dat nooit? Ik weet nooit de dagen. Het is vandaag woensdag en we gaan weer lekker ontbijten. Dus laten we daarmee beginnen. We zijn weer beland bij Milos Beach. Milos Beach. Het is vandaag onze laatste dag hier in de stad. Dus vandaar dat we weer hierheen zijn gegaan. Lekker als laatste dag nog op het strand. En wij gaan even een spelletje spelen. En dan straks lekker de zee in. Oké, we zitten nu gezellig bij het restaurantje. Het is een Flaky Mix & Grill in de stad. En we hebben van het huis roosjes gekregen, dus dat is super lief. Dus dat gaan we nu lekker eten en daarna gaan we ons eten bestellen. Vergeten te filmen, maar ik had een pork souvlaki. Papa had een pizza. En we hebben een spaghetti pesto. Maar het is bijna op, want het is super lekker. Pasta pesto. Pasta pesto.